In deze opgave gaan we twee touwen met elkaar vergelijken. Eén touw is wat strakker gespannen dan het andere touw, en aan allebei de touwen hangt eenzelfde massa, en die massa zorgt voor een zwaartekracht van 50 newton. De vraag is om aan te tonen, met behulp van vectordiagrammen, en dat wil zeggen dat we dadelijk dus netjes op schaal de krachten gaan tekenen, dat de spankracht in het rechte koord het grootst is. En ook hier helpt het natuurlijk wanneer je in in vaste denkstapjes kunt redeneren. En het eerste stapje dat we gaan gebruiken is dat die massa die onderaan bij de touwtjes hangt, dat die stil hangt en dat dat inhoudt dat alle krachten samen op die massa nul zijn. Ik weet de dus zwaartekracht die staat naar beneden gericht. Dat wil zeggen dat alle andere krachten samen moeten zorgen voor een resulterende kracht die precies even groot is en naar boven gericht is. En dat geldt natuurlijk bij het linkerkoord en dat geldt ook bij het rechterkoord. Nu kan ik door middel van de parallelogrammethode achterhalen hoe groot de spankrachten zijn. Want wat ik nu ga doen, is twee hulplijnen tekenen, evenwijdig aan de twee uh, touwen, want ook evenwijdig aan de twee richtingen van de spankrachten. En waar die hulplijnen uh, het touw snijden, daar eindigt mijn spankracht. Ik heb, kan zo dus de twee spankrachtjes in de linkersituatie tekenen, die twee spankrachten opgeteld. Levert mij die grote rode pijl naar boven. De som van de beide spankrachten. Dezelfde truc kan ik rechts doen. En dan krijg ik deze tekening. Als ik nu eh, alle hulplijntjes en de somkracht eventjes weghum. En alleen de spankrachten laat zien. Ja, dan kun je dus eh, al meteen zien dat die twee spankrachten rechts. Dat zijn twee grotere pijlen. En ze zijn allemaal op schaal getekend. En dat, wil dus ook dat, dat betekent dus ook dat de spankracht rechts groter is dan links. Er is ook een B-vraag bij deze opgave. En die is wat lastiger. Daar gaan we ook eens goed naar kijken. Dat is namelijk het volgende. We hebben gezien dat wanneer je het touw aanspant, dat de spankrachten groter worden. We krijgen nu gegeven dat de spankracht maximaal 120 N mag worden. Eh, anders knapt het touw. De vraag is, onder welke hoek staat dan eh, dat touw? Uh, wanneer uh, de spankracht 120 newton is, bereken de maximale grootte van hoek alpha. Nou, ik ga eventjes uh, die spankracht van 120 newton tekenen. Ik ben ervan bewust dat ik wel moet rekenen. Er staat namelijk bereken de maximale grootte en niet uh, bepaal het door het op schaal te tekenen. Maar ik ga wel even deze tekening maken als hulpmiddel om daar te kunnen berekenen. Ik heb mijn spankracht van 120 newton. Ik heb een Zwaartekracht naar beneden van 50 newton en die werd opgeheven, dat zagen we net al bij de vorige deelvraag, door een kracht van 50 newton naar boven. Maar die kracht van 50 newton naar boven, die wordt voor de helft gegenereerd door de spankracht naar links en voor de andere helft door de spankracht naar rechts. Dus die spankracht naar links, die hoeft maar te zorgen voor een kracht van 25 newton naar boven. Ik ga nu nog één hulplijntje erbij trekken en dat is een horizontaal lijntje. En ik zie tot mijn eh, verbazing en opluchting misschien dat ik een driehoek heb weten te maken. Een driehoek met een rechte hoek erin. En ik kan zelfs in die driehoek ook aangeven waar die hoek alfa zit. En die zit dus op die plek zoals je in de tekening ook kunt zien. Ja, als je dit zo hebt getekend, dan zou het niet vreemd zijn wanneer je nu ineens denkt hé, hey, misschien moet ik wel iets met als Toa gaan doen. Ik heb de hoek alfa al gegeven. Ik kan nu ook uh, aangeven dat, u, dat die uh, kracht van 25 newton, dat dat de aanliggende zijde is van mijn driehoek. En de kracht van 120 newton, de schuine zijde. En dan heb ik een A en een S en dan weet ik al, hé, hey, ik moet iets met een kas gaan doen. En kas wil zeggen dat de cosinus van die hoek alfa gelijk is aan de aanliggende zijde gedeeld door de schuine zijde. Nou, die weten wij allebei. En dan krijg je dus dat de cosinus van alfa 25 gedeeld door 120 is. En dat ik die alfa ook kan uitrekenen, want die is dan de cosinus min 1 van 25 gedeeld door 120. En als je dat netjes uitrekent, dan komt er uit een hoek van 78 graden. Dus zou ik het touw strakker spannen eh, dan 78 graden, dan breekt dus het touw.